Even kijken wat Ben deze week wel om te vertellen heeft over, Ben. Over Tilburg. Of je nog geheimen met ons kan delen. Hallo Ben. Hey Loet. Hey, hallo. Je bent live in uitzending. Meteen maar. Ja. Oh. Maar even, wil jij liever via Clubhouse? Mag ook. Zeg maar wat je wil. Nee hoor, dit is prima. Ja. Groetjes aan Jannie daar. Ja, goed, hoi Jannie. Ben, alles goed? Hey. Nou, ja, zeker. Gaan, dan kunnen jullie verder de show, Ben en Jannie, samen. Ja, Ben, dat is goed. Doen wij het eens. Want die intro was echt super. Heb je nog dingen die niemand mag weten en die je tegen ons wil vertellen? Nou, die heb ik niet. Ik heb wel dingen die je misschien nog niet weet. Nou, vooruit. Wel kom mag op, weten. Kom op. Ik hoorde allemaal al iets over festivals zeggen, maar ja, het Spoorpark krijgt gewoon een Spoorpark Live Festival. Mm-hmm. Met ook niet de minste namen. Ja, bizar, dus, hè? Dat is echt ongelooflijk. Dus 14 en 15 augustus staat er gewoon een spiksplinternieuw popfestival gepland. En ik noem even gewoon een paar mensen. Cressup, Danny Vera, Direct, Kensington, Davina Michel. Denk, jeetje mina, dat is ongelooflijk. En dan staat toch gewoon iemand van de post natuurlijk hier aan de voordeur. Maar doe heel de snel kaart, de deur lopen. De misschien wil hij ook maar iets zeggen. Hoe vet is dat, hè? En dan zijn er nog mega veel artiesten die nog moeten komen. En die zijn deels al bekend. Ja. Ja, heel tof. We gaan zo meteen ook bellen met Dominique van het festival. Dus waren ook dan al... zeg ik daar niks meer over. Nee, maar dit is dit is een goede intro. Hè? Dat is een goed bruggetje. Oh, nou, dan weet ik nog iets leuks. Ik weet niet of jullie die hele grote struisvogels al gezien hebben. Ja, wow. Dat is echt impressive. Op de hoek hier. Oh, nee. Op de hoek hier? Bij, zeg maar, op de hoek Willem-II-straat, Karrestraat. Aha. Daar is de wand beschilderd. Ja? Door een jonge man die dat ook in de Hoogvense Straat heeft gedaan. Ook een hele vette mural, graffiti, annex muurschildering. Echt cool. Ja. En dit zijn drie struisvogels, denk ik, in totaal. Mm-hmm. En dat is een waanzinnig mooie plaat. Ja. We hebben de vorige uitzending al afgesproken, of de keer daarvoor, dat weet ik niet meer, dat we een keer een Tilbusroute, een wandeling, mogen al onze fans mee door de stad langs al die nieuwe kunstwerken gaan doen. Misschien kun jij dan met een vlaggetje voorop lopen, dan ben jij de gids. Nou, sterker nog, ik maak het nog vetter. Weer trouwens wel een nieuwtje. Paul de Graaf is een Tilburgse graffiti-artist. Ja. En hij heeft Van Gogh bijvoorbeeld op de Korversweg toen gemaakt. Hij is nu op de E-step. Is hij alle graffiti-wanden aan het langsgaan. Dus hij is een test aan het uitvoeren voor de nieuwe Urban Tour. Kijk. Dus je kunt gewoon een E-step kun je huren. Je krijgt gewoon borreltas mee, wat jullie daar niet hebben. Nee. Maar daar zitten dranken, worstjes en alles bij. Ja. En dan mag je nog bij een horecagelegenheid, die ik bij naam verder niet zal noemen. Nee. Kijk achteraf op mijn meter. Nee. Krijg je ook een lekkere warme drankje met een zoete box erbij. Vet. En dan krijg je een mooie kaart en ga je al die graffiti dingen af. Dat is echt vet. Nou, dat is mooi. Want hoeveel zijn er nou intussen ongeveer? Weet je dat? Het zijn er 50 plus. En er komen er zoveel nog bij. Nou, mooi. Nou, dit zijn wel weer leuke updates, Ben. Ja. Die kunnen wij ons wel weer mee vermaken. Ik heb nog 16 dingen, maar... Nog één. Amber, kan er nog? Ja. Eentje. Ben niet zo streng. Nog eentje. Welke zullen we dan doen? Ja, wat dacht je van die 013 woontoren? Ja, Ben, wat vind jij daarvan? Ik vroeg me nog af of jij erachter zit. Ik vond er één geweldige opmerking, volgens mij, in het Brabants Dagblad, onderaan door een... Door een lezer. En die zei, als ze het maar in Breda kunnen zien. Ja, precies. Ja. We hebben het er hier vorige week over gehad. Daar was ik het mee eens. Ja, zijn en de meningen liggen nogal uiteen. Dus. Ik heb wel ergens een gevoel dat als we dat zo zouden doen, die 013, dat we een keer ingehaald worden door de tijd. En dat we dat internet bellen en kengetallen, netnummers gewoon komen te vervallen. Ja, dan zitten we daar met die... Dan wordt een mooie ruïne of zo. Ja. Of een IP-adres. Ja. Oké, Ben. Dankjewel, Ben. Ik ga je eruit trekken, want ja, jongens. We gaan bellen. We spreken elkaar volgende week in elk geval. Dankjewel.